het voelde voor mij heel frustrerend aan om als getrainde militair hier in België te blijven, terwijl dat vrijwilligers, burgers wel zouden gaan, of terwijl dat in Oekraïne studenten opgeroepen worden om hun land te verdedigen. En wij gingen niks doen om te helpen. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn. Als Oekraïne zich had laten veroveren in deze paar weken, hadden we nu niks meer gedaan om hen te helpen. Wart is een van de duizenden buitenlanders die in de eerste dagen van de oorlog ingaan op een oproep van president Zelensky om Oekraïne te helpen verdedigen. En voor Wart bij uitbreiding ook ons eigen land. Het feit dat ik deserteer heeft de Belgische maatschappij weinig schade toegebracht, denk ik. Dus er is geen enkel conflict in de wereld dat zo belangrijk is voor Europa en België als de oorlog in Oekraïne nu. En ik denk dat belang nog altijd, het werd toen onderschat en het wordt nog altijd onderschat. Al kort na zijn aankomst in Oekraïne wordt Wart keihard met de oorlog geconfronteerd. De militaire basis waar buitenlanders hun training krijgen, wordt bestookt met Russische raketten. Ja, het was eigenlijk direct duidelijk dat voor echt was, door de aard van het geluid. Wakker geworden, gezien dat er een gebouw in brand stond. Ondertussen, ik denk dat op die moment lichtalarm wel eens begonnen afgaan. Er was luchtafweer aan het vuren. De aanval komt als een schok. Er vallen tientallen doden onder Oekraïnse militairen. Zowat de helft van de honderden aanwezige buitenlanders kiest om Oekraïne alweer te verlaten. Begin van de oorlog waren er veel filmpjes van Russen die hals over kop in hinderlagen rijden. En mensen die dachten, ik ga dat doen, ik ga kermis schieten op Russen. En die niet beseften dat de Russen ook terugschieten. Als ex-officier uit het Belgische leger krijgt Wart de leiding over een peloton van het Internationale Legioen. Hij wordt naar het front gestuurd in de regio Kharkiv, waar het Russische leger op dat moment een groot stuk grondgebied bezet. Maar in september zetten de Oekraïners een groot, onverwacht tegenoffensief in gang. Ik weet nog dat ze zeiden, binnen 3 dagen staan we in Kupiansk en iedereen dacht, dat is ver, 90 kilometer denk ik. Maar het Russische front stuikt razendsnel in elkaar. De eenheid van Wart moet dorpen zuiveren en zoeken naar achtergebleven Russen. Er waren ook Russische speciale eenheden bij betrokken die zich bijvoorbeeld verstopten in huizen of kelders of bossen. Laten de Oekraïners voorbij komen en dan s'nachts kruipen ze uit hun schuilplaats en proberen ze dan de Oekraïners in de rug aan te vallen. In een dorp voorbij Kupiansk ontdekken ze een gebouw met achtergebleven Russische speciale eenheden. Het was al duidelijk, als we eraan kwamen, dat er iets mis was. De ramen zijn versterkt met stenen en zo. De deur was geblokkeerd. Maar goed, er werd nog niet gevuurd vanuit het huis, dus we moeten daar binnen gaan. We moeten zeker zijn dat er niemand meer in zit. De eerste man is binnengegaan, is neergeschoten en is niet naar buiten gevallen, maar heeft zich naar voren gegooid, terwijl de Russen de inkom al onder vuur houden. Dus we kunnen hem ook niet buiten krijgen. Dus. Op een gegeven moment heeft de baas van het team aan de deur beslist van oké, we gaan naar binnen gaan met meer man. En op die moment hebben de Russen hun eigen steen laten beschieten met artillerie. Dus. Wart verliest 2 van zijn mannen en 7 raken gewond. Het incident zet hem er uiteindelijk toe aan om terug te keren naar België. Ik was al moe. Ik was op die moment al 7 maanden in het land. Ik ben al mensen verloren. Ik sta altijd aan. En die dag was gewoon de druppel. Wart is intussen al meer dan een jaar terug in België. Maar het leven hier ver weg van het front blijft soms onwerkelijk. Veel beslissingen gaan over leven en dood en je komt dan terug in België waar je naar een tv zit te kijken en waar mensen klagen over de kleur van de groene trui dit jaar. En dan denk je soms van, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik ben een goede officier en een goede infanterieofficier. Ik kan dat op mijn cv zetten, maar er is geen enkel bedrijf dat daarop zit te wachten. Dus, Er zijn weinig Belgische militairen met de ervaring die jij hebt natuurlijk op dit moment. Ja. Ja. Geen, denk ik. Is dat iets waar het leger iets mee kan? Dat is aan Defensie om die inschatting te maken, denk ik. Tegen Wart loopt een onderzoek voor desertie. Hij moest het leger meer dan 90.000 euro loon terugbetalen dat hij tijdens zijn studies had ontvangen en mag nooit meer deel uitmaken van Defensie. En is dat niet wel natuurlijk met de dreiging die er misschien op termijn is, is dat niet iets waar je dan misschien spijt van hebt? Misschien dat de Polen dan een internationaal legioen oplichten en dat ik daar terecht kan. Ik denk dat er wel werk zal zijn als de,
als het puntje bij paaltje komt, of moest het ooit gebeuren, denk ik dat er wel een plaats zal zijn voor mij. Fuck yeah!